Welkom allemaal bij een nieuwe video van Fish. We gaan iets nieuws proberen. We gaan vandaag dus Mario Paint spelen. Ik had Mario Paint als kind ook op de Super Nintendo. Ik heb hem nog steeds liggen boven. En vandaag gaan we alsnog nog een keer spelen. Dat doen we niet op de Super Nintendo. Ik ga je ook niet uitleggen hoe het wel gebeurt. Maar dat kun je wel uitvogelen. Nou, dit is het opstartscherm van Mario Paint zoals je ziet. En het leuke van het opstartscherm van Mario Paint is dat je van alles kan doen door te klikken op de letters. Als je op Mario klikt, ga je trouwens gewoon naar het spel zelf. Dus laten we eerst eens eventjes een beetje gaan aanrommelen. Hey, het was Yoshi! Dat wist ik echt niet dat ik Yoshi als eerste aanklikte nu. Nou, dat zal Yoshi leuk vinden. Enfin, eens even kijken. Gaat dit nog stoppen uit zichzelf? Nee, dit gaat gewoon door. Ah. Het zou trouwens kunnen dat je tijdens de opname twee muisknopjes ziet staan. De ene is mijn echte muisknop en de andere is de muisknop die het programma gebruikt. Je moet dus opletten op degene die het programma gebruikt, niet op een normale muisknop. Dat is moeilijk uitleggen. Oh, hé. Hey. Oh, ik kan al gaan kleuren. Wat wordt het? Het wordt niet echt veel van iets. Het is wel een mooie regenboogkleur. Kijk, zie je, nu gaan ze uit elkaar staan. Hop. Mario, kom eens hier, want ik weet wat er gebeurt als je onder de A komt. Ah! Oh, ik moet hem weer uitzetten. Kom Mario. Mario! Oh, mis! Ik denk dat, ik heb hem. Okidoki. Ik wil hem raken. Kom op. Nou! Dan gaan we ervoor. De derde keer is het... Nee! Oké, Mario. Je leeft om een andere dag door te vechten. Ik weet niet waarom dit erin zit. Ik heb geen flauw idee. Oké, nou voordat we verder gaan. Mijn plan is dus om een uur hiervan op te nemen. Een uur lang Mario Paint. En daar zal ik natuurlijk wel het een en ander uit knippen. Want het is voor jullie ook niet interessant misschien om het hele stuk te zien. Misschien ook wel. Ik kijk wel even. Misschien laat ik ook wel een versie ervan staan die helemaal compleet is. Het is niet de meest ideale setup. Ik heb geen video capture card. Weet ik het allemaal. Ik doe dit gewoon een beetje met mijn telefoon en met mijn laptop. Dus ik hoop dat het wel een beetje een leuke video wordt. Ik ben ook niet gewend om een heel uur vol te praten. Dus het spijt me als ik niet een heel uur interessant zit te praten met jullie. Ik ga wel mijn best doen daarvoor. En ik zou zeggen, laten we maar eens gewoon van start gaan. Ik zie de timer daar staan. Het is nu 11:30 hier bij mij. Dus als het 12:30 is, ga ik ongeveer stoppen. Ik denk dat we in die tijd wel een tekening of drie kunnen maken. Ik zeg ook eerlijk, ik heb al een beetje geëxperimenteerd met Mario Paint. Ik weet al wat het ongeveer kan. Dus we gaan lekker aan de slag met tekenen. Nou... Wat zullen we eerst eens tekenen? Laten we eerst eens eventjes Yoshi tekenen. Ja, want Yoshi is een beetje de mascotte aan het worden van ons kanaal, hè? Ik weet ook niet, dat heb ik ook maar zelf bedacht. Dus je moet letten, niet op de cursor, niet op de gewone muiscursor, maar op de cursor die je nu als een soort pennetje ziet. Dat is de cursor die we nu echt gebruiken. Yoshi, gaan we eerst eens even tekenen. Nou, dat is een prachtige, mooie... Neus doe ik altijd eerst. Of neus is. Ja, dat is zijn neus, hè. Twee van die dikke ogen erbovenop. Is dat wat ik wil? Nee. Zo. Ik weet niet of ik dit op een Yoshi wit lijkt, nu al niet. Maar je zit zo... Kijk, tegenwoordig op mijn iPad Pro, dat teken ik gewoon met een pen op het scherm. En nu moet ik met een muis gaan lopen aanmodderen. Ja, vroeger deed je dat gewoon. Vroeger was het ook niet eens anders. Dan was het zo van, ja, je hebt een muis en daar doe je dat mee. Sterker nog... Ja, ik weet niet wat... Is dit Yoshi of Homer Simpson? Maar weet je, we gaan er gewoon mee aan de haal. Maakt mij wat uit. We gaan gewoon deze gebruiken. Ik weet niet wat er met deze Yoshi gebeurd is, maar we gaan gewoon met deze Yoshi verder.
Het wordt een soort Yoshi from Hell of whatever. We kunnen hem wel goed krijgen hoor. Ik ga gewoon best doen. Oh, kijk, dit is dus een groot gummetje. Hier hebben we kleinere gummetjes. Klein gummetje. Maar klein geluidje. Oh, gezellig. Oké. Juist. Misschien lijkt hij straks wel wat meer op Yoshi als ik hem wat kleur geef en zo. Dat zou zomaar kunnen hoor. Al vind ik dit echt heel erg Homer Simpson-achtig. Ik weet niet waarom ik dat vind. Misschien kunnen we als ze zijn neus wat dikker maken, dat hij wat meer Yoshi wordt. Eens even kijken. Yep. En een beetje hier omhoog. Ja, ik denk dat ik het al zie. Maar dat denk ik. Dat weet ik niet. Ik hoop dat ik Yoshi kan redden. Ja, dat is al beter dan dat hij was. Dat is al beter dan dat hij was. Zo, misschien hier ook nog een beetje aanpassen. Kijk, nu heeft hij wat meer een Yoshi-achtige neus. En dan doen we nog even twee van die dingen op. Nu is hij echt een beetje Yoshi-achtig. Oké, ja, nog niet echt heel erg Yoshi, maar wel een beetje Yoshi. Nou, dit is even weg. En die gekke kop. Ja, dit klopt ook gewoon niet, hè. Dat klopt wel, dat stuk klopt helemaal. Zie je, ik zei nog wel van we gaan ermee, maar dat kan ik helemaal niet. Ik moet gewoon... Ik moet niet perfectie hebben, want ik ben helemaal niet zo iemand die dat leuk, die dat belangrijk vindt, perfectie. Maar ik wil wel iets wat op een Yoshi lijkt, geloof ik. Oh, 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 dat is een dikke pen. Die wil ik niet. Kijk eens naar mijn prachtige Yoshi. Oh. Zo. Oké, nou, terwijl ik Yoshi teken, zal ik jullie een beetje vertellen over mijn geschiedenis met Mario Paint. We gaan even ver terug in de tijd, toen ik op de basisschool zat. En op de basisschool hadden wij een computerlokaal. En in het computerlokaal stonden, verrassend, computers. Geloof het of niet, maar er was echt een serieus een tijd dat computers nog iets heel bijzonders waren. En dat was ja, in de tijd dat ik op de basisschool zat. Ik ben al heel oud. Anyway, daar kon je van alles op doen op die computers. Je kon er natuurlijk je werkstuk op maken in Word. En er waren nog wat andere dingen die je kon doen. Maar... wat ik het allerleukst vond om te doen was werken met Microsoft Paint. En Microsoft Paint is eigenlijk het meest... Het meest grove tekenprogramma wat er bestaat tegenwoordig. Dat was toen zo, dat is nu nog zo. Microsoft Paint moet je eigenlijk alleen in uiterste noodgevallen gebruiken. En ik denk dat er wel betere programma's waren. Oh, even wachten hoor. Even wachten. Eén momentje hoor, mijn muis wil even niet helemaal meewerken. Dat is nou eenmaal het nadeel van hoe ik het nu speel. Ik ga die muis even goed configureren jongens, één momentje. Straks gaan we verder met mijn spannende verhaal. Oké, ik kan er nu hopelijk wel weer wat mee. Ja, oké. Goed, dus we hadden het over Microsoft Paint. En misschien waren er wel betere programma's, dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Het zou best wel kunnen dat Microsoft Paint toen nog... ik had het me haast niet voorstellen, maar het meest geweldige was wat er ooit heeft bestaan. Dan denk ik nu alleen maar arme mensen, als je het alleen maar met Microsoft Paint hebt moeten doen. Maar ja, het was Microsoft Paint in ieder geval. En daar tekende ik wel heel graag op, want ik tekende graag en ik hield van computers, dus... op de computer tekenen, ja, dat leek me wel wat. Ik zag het al helemaal voor me dat ik later ook spellen ging maken en dat soort dingen. Ik was gek op videogames. Dus ik was wel gek op tekenen in Microsoft Paint. Maar ja, wij hadden nog geen PC thuis. En die kwam op een gegeven moment wel.
Alleen op mijn pc thuis zat geen Paint. En dat vond ik echt heel... Ja, daar werd ik heel verdrietig van eigenlijk. Want ik wilde gewoon tekenen op de pc. Ik denk dat mijn vader destijds de pc zo heeft laten bouwen dat ik niet bij Microsoft Paint kon. Dat kon toen nog. Je kon zeg maar dingen heel erg aanpassen dat je niet overal bij kon. En hij heeft dingen denk ik afgeschermd voor mij. Want hij wilde die computer gewoon voor zichzelf houden. En ik kon dus niet bij Paint. Maar, en nu komt het mooie, na een paar jaar verscheen toen op de Super Nintendo Mario Paint op de markt. En dat spel kreeg ik. En dat zit ik nu dus ook weer te spelen. Dat is dit spel. En daar zat een muis bij. En een muismat. En dan kon je eigenlijk nog meer dan dat je in het echte Paint kon. Ik durf wel te zeggen dat Mario Paint veelzijdiger is dan gewoon Microsoft Paint. Tenminste, zeker zoals Microsoft Paint destijds was. Was Mario Paint wel iets veelzijdiger. Dus was ik wel blij mee. Nou, ik kan helemaal niet naar die zijkanten toe, omdat mijn muis dat niet wil. Waarom wil mijn muis dat niet? Muis, ga eens mee. Muis. Ah. Oké, nou, dan eindigt het frame daar maar. Zo, hoppakee. Nou. Oké, we hebben hier een Yoshi getekend. Hij is niet erg beeldschoon of zo. Maar het is een Yoshi. Zullen we een zonnetje tekenen nog? Het is wel een heel erg laag hangende zon dan. Het is een boze zon. Nee, joh, bij Yoshi hoort geen boze zon. Wacht even. Een blije zon. Oh, dat zijn zijn ogen nu. Dat was eigenlijk de bedoeling dat het zijn mondhoeken waren, maar het zijn zijn ogen geworden. Nou, prima toch? Hoppa. Even. Zonnestraaltjes. Oh, wat een gezellige zon. Ja. Oké. We gaan hem inkleuren. Even zorgen dat alle lijntjes goed aansluiten voor zover dat gaat. Dan maar even zo. Ja. Oké, we gaan onze verfpast pakken. Oh, wacht. Ik zie een lijntje dat niet aanstaat. Ik zie hier. Dit zit niet aan. Dan gaat alles fout straks. Maar nu niet meer. Oké, Yoshi. Groen. Het ei ook groen. Groene borstjes. Ja, kijk, dat gaat snel, hè. Ik moet wel zeggen dat ik dit wel iets bevredigender vind dan dat ik het vind op de iPad Pro, omdat het gewoon zo heel langzaam gevuld wordt. Het is echt zo van, kijk eens, daar gaan we hoor. 1, 2. Ja, dat is gewoon fijn. Oké. Die muis die stoort me mateloos. Die wil niet meewerken nu. Toen ik het probeerde in mijn oefensessie ging het eigenlijk net iets beter met die muis, maar goed. Ja, dit is dus alleen echt rot van Mario Paint. In tegenstelling tot Procreate heeft Mario Paint geen lagen. Niet voor zover ik weet in ieder geval. Dus eigenlijk verschilt Mario Paint niet zo heel erg van bijvoorbeeld werken op papier. Want dan heb je ook geen lagen. Dan moet je ook maar gewoon accepteren dat hetgene wat je hebt getekend het is. Kijk, ik ga nu wel gewoon heel even over zijn pupillen heen. Ik heb een ideetje. Tekenen gewoon over zijn pupillen heen. Daar. En zwart erin. Ja, kijk. Nou, wat prachtig. Ik geloof echt dat ik hier prijzen mee ga winnen. Oh, ik vind hem zo erg. Ik weet dat we hier ook andere kleurtjes hebben. Kijk, we hebben hier ook dit. Dat gaan we op de achtergrond gooien. Zo. Lekker hè, hoe dit zo rustig vol gaat. Andere kant ook. Yay. En we kunnen Yoshi ook nog wel een beetje wat shading geven. Ook daarmee had ik al geoefend. Sorry, ik heb stiekem al een beetje geoefend. Maar toen kwam ik erachter dat ik dit gewoon beter zo kon doen. Zo kon opnemen. Dat was leuker voor jullie.
Dus ik heb het allemaal gedaan om het voor jullie leuker te maken. Daar. Kijk, zie je? Dan krijgt hij een beetje schaduw. En dit is ook een goede oefening voor jezelf, hè? Als je een keertje wil oefenen met de muis tekenen. Ga gewoon lekker Mario Paint spelen. Ik bedoel, er zijn vast wel manieren waarop je dat voor elkaar kan krijgen. Dat je het ook zelf kan spelen. Ik mag ze helaas niet voor je uitspellen hier. Kijk, ik heb zelf ook natuurlijk Mario Paint gewoon op mijn Super Nintendo. Dus ik heb de redenen wel dat ik het mag doen. Zo. Zijn zadel. Is dat zijn zadel? Ja, hè? Ik weet ook niet wat het anders moet zijn. Normaal zou ik Yoshi even uitnodigen om te komen kijken wat hij van Yoshi vindt, maar volgens mij ligt hij beneden in de kamer. Heeft Stef er meegespeeld. Zon nog een beetje. Zo. Misschien kunnen we de zon nog een soort van blosjes geven. Zullen we de bosjes zelf ook nog een beetje schaduw geven? Ja, kijk, zie je? Kunnen we zelfs nog een beetje zo doen. Kijk, en dat vind ik wel leuk hiervan. Als je gewoon een beetje de tijd neemt, dan kun je nog best wat grappigs mee maken, vind ik. Zullen we eens eventjes de spraybus gebruiken? Misschien kunnen we daarmee wel leuke wolken mee maken. Beetje rare wolken, maar goed. Even kijken, kunnen we nou... Ja, we kunnen hier weer bij. Mooi, dan gaan we daar gewoon een boom van maken. Huppakee. Zo, waar is mijn... Ja, heel goed. Een boom. Een boom. Oh, ik zag dat hij over het lijntje ging. Nee. Mijn buis is weer helemaal fout. Hij ging net zo goed. Kom op, buis, je kan het. We can do it. Werk nou even met me mee. Hij wil niet meer, hoor. Zie je, nu gaat hij weer het lijntje niet meer voorbij. Misschien. Oh, kijk, als ik. Nou, flauwe muis. Oké, nou, dan is dit wat het is. Dit is Yoshi. Vonden jullie hem leuk? Ach, mooi zo. Laten we eens wat anders gaan tekenen dan nu. We zijn er een beetje ingekomen. Even een slokje van mijn koffie. Nog een slokje, want anders is het straks helemaal koud. Ja, Mario Paint is dus gewoon heel leuk, omdat het eigenlijk... er zitten heel veel beperkingen op, maar ook heel veel mogelijkheden. Je leert denken in die beperkingen. En dat is ook handig, omdat als je nu al leert denken in beperkingen... Dus als je daar nu mee leert werken, dan besef je ook dat ja, bij bijvoorbeeld een Procreate, waar je wel heel veel dingen kan, heb je ook toch stiekem wat beperkingen. En dan leer je ook creatief doordenken. Je moet ook creatief denken in hoe je omgaat met je tekenprogramma. Niet alleen met hoe je je tekeningen maakt, maar ook met je tekenprogramma zelf. Neem nou bijvoorbeeld die... Ja, wat ik bijvoorbeeld hier heb gedaan met Mario Paint. Ik heb het nu een beetje andersom toegepast, zeg ik eerlijk. Vroeger deed ik nooit die shading, zeg maar, die je hier ziet. Zo, dit. Die shading, die voegde ik nooit toe. Ik deed nooit schaduw in Mario Paint. Ik dacht van, ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen überhaupt. Maar dat heb ik een beetje geleerd door de jaren heen. En nu dacht ik van, nou weet je, daar is dit wel een leuk kleurtje voor. Dat trek ik op een of andere manier terug uit Procreate. Ik weet niet of dat heel logisch klinkt zoals ik dat nu zeg. Maar ja, ik sleep dit allemaal min of meer live op. Ik ga dit niet live streamen, maar ik neem het wel live op. Dus ja, afijn. Nou, ik denk dat het tijd is om van Yoshi afscheid te nemen. Dat is jammer van Mario Paint. Je moet ook weer afscheid nemen van wat je hebt getekend. Dat gaan we nu doen. Dus we zeggen, dag Yoshi.
En dan gaan we een volgende tekening maken. Welke zullen we nemen? Het is allemaal gum-effecten. Ik ben benieuwd wat dit is. Oh, Yoshi! Nee! Yoshi is weg! Oh, oké. Okay. Geen Yoshi meer. Geen paniek. We gaan verder. Laten we eens wat in mijn eigen stijl gaan tekenen. Mijn familie maar, denk ik, hè? Dat is leuk. Ik teken graag mijn familie. Wat zullen we ze laten doen? Het is corona, we zitten allemaal thuis. Misschien kan ik daar wel wat mee. Dat ik met Stef aan het Mario spelen ben. Want Stef en ik spelen heel vaak Mario. Of Smash Brothers wil je juist heel graag spelen de laatste tijd. Maar hoe gaan we dat doen? Ja, normaal gesproken in Procreate maak ik een soort schetsje. Dan maak ik het eroverheen. Dat kunnen we hier ook wel doen eigenlijk. Eens even kijken. We gaan gewoon een soort schetsje maken. Even kijken. TV. Dit wordt de TV. Is dit slim? Nee, ik geloof niet dat dit slim is. Ik ga dit niet doen. Want ik ben bang dat als ik straks delen wit wil laten, dat fout gaat. Misschien is het wel leuk om een soort... Weet je, we gaan wel een gamende papa en Stef doen. Maar misschien dat we een extreme close-up kunnen doen. Dat we echt... dat we leuke dingen met de gezichten kunnen gaan doen. Dus we gaan... Ik ga toch weer dit gebruiken. Okay, dit wordt papa. Dit word ik dus. En Stef dan hier. Ik moet wel iets groter zijn dan Stef eigenlijk, dus ik ga mijn cirkel nog ietsje groter maken. Zo. Hoppa. Wauw, zie die. Wauw. Nee, dit ziet er goed uit. Ik pak even donkerblauw. Even gewoon een hele grove schets maken. Van wat ik ongeveer wil. Hier mijn mond. Zo. Haren. Oh, die muis. Kom op nou. Wow, wow. Kijk mijn dikke gezicht toe. Dat is niet de bedoeling. Maakt niet uit. Stef. Die gaat dan daar. Ja, kijk, zo. Hoppa. Hele snelle schets gemaakt in Mario Paint hier. Zie, zijn mijn tanden wel op elkaar. Sterretje hier, weet ik veel waarom. Oké, okay. Nou, we hebben een soort van schets. Ik kan helaas niet de opacity verlagen. Maar okay, nu heb ik een idee. We gaan deze weer iets anders aanpakken dan daarnet. Daarnet hebben we gewoon meteen de line art gemaakt. Maar nu gaan we de line art als laatste doen. Kijk, we gaan gewoon een beetje de vorm maken van wat we denken van, nou, dat is wel mijn gezicht. Hop, zo. Eerst eens eventjes een beetje zorgen dat we goed zien waar dat gezicht komt te zitten. There we go. Ik denk ook wel dat Nintendo heel slim eraan deed om destijds Mario Paint uit te brengen, want... Een PC kostte toen ook gewoon heel veel geld. Dat valt nu tegenwoordig wel mee. Maar toen was een PC gewoon echt een investering in het huishouden. Dus niet iedereen had geld voor een PC. Maar veel mensen hadden wel een Nintendo thuis staan. En als je dan gewoon voor... Ja, ik weet niet hoeveel Mario Paint kostte. Ik geloof dat het wel meer was dan een gewoon spel.
Maar als je dan voor de prijs van een spel, zeg maar, ja, ook zoiets als dit binnen kon halen. Dan was de keus voor ouders, denk ik, snel gemaakt. Dus even zien hoor. Dat zijn onze gezichten. Ze heeft echt mooie blonde haren. Even zien. Ik neem even een net iets kleinere brusjes. Dat mag van het programma. Kijk, nu hebben we ze mooi op elkaar. Zo moeten ze altijd zitten. We gaan ze straks nog wel allemaal netjes maken. Eerst maar gewoon eens even een beetje die kleurtjes erin gooien. Misschien dat ik zelfs eerst de shading erin gooi. Maar ik ga eens even kijken hoe we hiermee handig kunnen werken. En als we dan deze af hebben, dan kunnen we daarna misschien nog een derde tekening maken. En die derde tekening die gaat mooi zijn, want dan gaan we alles toepassen wat we hebben geleerd. Zo, en dan is dit een educatief programma geworden hoor. Eens kijken, zo. Die muziek die is zo catchy. Ik heb hem niet voor niks ook al onder mijn November filmpje gezet. Ik vind het ook zo heerlijk geluid dat die stiften zo geluid maken, alsof je dik op het papier zit te tekenen. Ja, dat is gewoon mooi. Welke kleuren zullen we de mond doen? Ja, rood voor oranje denk ik maar, hè? Ik ga even kleiner nemen. Zo. En nu een tong erin. Zal ik er nog tanden in doen? Ja, joh, weet je waarom niet? We gaan nu ook gewoon de whole mile, hè? We gaan proberen onszelf uit te dagen in Mario Paint. Vroeger lukte dit niet, maar nu wel. Nu kunnen we dit. Tanden in die mond. En een tong. Ik weet niet eens of het nog steeds een close-up gaat zijn van ik en Stef die aan een spel aan het spelen zijn. Maar weet je, op dit punt heb ik zoiets. Want ik ben al blij als het een afbeelding wordt die ik mooi vind. Ik hoor trouwens ook heel graag van jullie of jullie zoiets als dit een leuke video vinden. Misschien moet ik dit vaker doen. Misschien moet ik dit zelfs wel live gaan streamen. Weet ik dat. Misschien is daar wel animo voor dat mensen live willen komen kijken terwijl ik dit ga doen. En zou je dan willen dat ik vaker Mario Paint doe? Of zeg je, ik wil eigenlijk wel vaker zien dat je ook andere art games doet. Dat er zijn er meer. Je denkt aan Art Academy. Dus zelfs een Pokémon Art Academy. Dat kan ook heel leuk zijn. Deze aflevering is nu een beetje uit nood geboren. Want ik wilde eigenlijk een wat langere aflevering. Nee, misschien een wat langere aflevering. Maar ik wilde graag een aflevering doen over iets met fysiek. Ja, met mijn Copic markers en dat soort dingen. Alleen, toen kwam de lockdown van corona. En niet dat ik daar direct zoveel last van heb van de lockdown. Maar ik heb ook gewoon, zoals je ziet in de tekening, ik heb Stef. En Stef die is dus gaat nu niet meer naar school en die moet ik ook vaak oppassen. Dus ik heb niet meer zoveel vrije tijd om die tekeningen helemaal netjes te maken en te filmen. Dus dan maar iets doen wat ik relatief snel kan filmen. Dat is dit. Dat komt vanzelf wel weer goed. Nou, ik vind trouwens wel dat je al aardig ziet wat dit moet gaan worden. Dat vind ik wel leuk. Dus even zien hoor. Mijn haren kan ik natuurlijk wel gaan doen. Ik doe ze even met deze van de brush, denk ik. Nee, doe ik maar met een dunnere brush hoor, want...
Oh. Even een stukje van mijn blauwe haren weg voor me. Ik raak dit liedje ook niet beu, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik raak dit liedje ook echt gewoon niet beu. Kijk, daar komen mijn haren langzaamaan. Het begint echt al een beetje vorm te krijgen. Vind ik leuk. I like it. Zo. Hatse flatsie. No, 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 no. Oké, één nadeel wat je moet weten dat Mario Paint heeft, en waar je dus heel erg voor moet oppassen, is dat je wel weliswaar ongedaan kan maken, maar dat kun je maar één keer doen. Dus ik kan nu... Hup, nu ging die goed. Ik kan één keer klikken op ongedaan maken, maar niet twee keer achter elkaar. Dat helpt niet. Dus je moet het in één keer goed doen. Als je iets fout doet, moet je het meteen corrigeren. En niet denken van ik wacht nog twee of drie beurten, want dan is het gewoon over. Kijk eens, wow. Daar komt ie hoor. Ik vind hem wel erg gaaf. Ik vind het wel iets hebben eigenlijk. Ik vind het wel... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik vind het gewoon echt wel iets hebben. Het is niet abstract. Dat is het zeker niet. Het heeft iets simplistisch. En dat simplistische is wel heel erg leuk. Ik wil eigenlijk nog steeds niet naar mijn lijnen toe gaan. Want zodra ik naar mijn... Ik weet van mezelf dat zodra ik naar mijn lijnen toe ga, dan ga ik hem afmaken. En dat is te makkelijk. Dus laten we eerst nog eens eventjes zorgen dat ik een typerende hoodie op heb, bijvoorbeeld. Oh, wacht even. Even een kleine pen. Zo. Kijk, we willen nu eigenlijk niet. Oh, oh. Kijk, nu zag je het dus gebeuren, hè. Nu heb ik dus, wilde ik dus dit ongedaan maken. Het was gelukkig niet iets heel ernstigs. En hij zegt nu gewoon van, nou, dat gaat niet, want je hebt het al gedaan. En... Oh, oh, oh. Kijk, dit moet ik dus meteen ongedaan maken, hè. Anders heb ik een grijze achtergrond de rest van de tekening. Zorgen dat ik goed erop zit. Ja. Oh ja, ik zie het al. Daar zit een klein pieletje. Zodra je ook maar een heel klein pieletje hebt, gaat hij er doorheen. En ik denk ook dat dit ook niet mag. Dus ik ga dit ook even weghalen. Ik denk dat hij het nu wel goed gaat doen. Eens even kijken. We hebben trouwens nog steeds niet heel wild gedaan met alle functies van Mario Paint. Misschien kunnen we dat straks wel eventjes doen voor de derde tekening. Of misschien bewaren we het wild doen wel voor een eventuele tweede Mario Paint sessie. Want nogmaals, vinden jullie dat... Ja, dat dit nog een keertje terug moet komen. Of denken jullie van, nou weet je, dit heb ik ook al na een keer gezien. Dit was leuk, Joost, maar verzin de volgende keer toch maar alsjeblieft wat anders. En dat een beetje per persoon verschilt. Ik heb namelijk hele verschillende abonnees, denk ik, op mijn kanaal. Dus ja, dat zal best wel verschillen. Kijk eens wat leuk. Ik vind het echt leuk. Ja, ik vind deze veel leuker dan de Yoshi-tekening in ieder geval. Een beetje van een moutje of iets van Stef of van zijn kleding. Misschien kan Stef wel een arm om mij heen slaan. Kijk zo. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Kijk, en daarom ben ik zo blij dat ik nog niet die lijn had getekend. Want had ik dat misschien nooit gedaan. Nou ja, kijk, los van Mario Paint, hè. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar wat jullie graag zouden willen zien op mijn kanaal. Ik ben nog een beetje aan het ontdekken. Ik wil eigenlijk wel bij het tekenen heel erg blijven. Hoewel ik
ook een enorme gamer bijvoorbeeld ben. Ik hou van games, vind ik leuk. En ik praat daar graag over. Ik heb ook een enorme verzameling met stripboeken. Ik had zelfs overwogen van misschien is het in de trant van de lockdown wel leuk. Dat ik een beetje jullie wat stripboeken aan zou raden die ik ken. Dat jullie wat te lezen hebben. Maar ja, dan ga je toch al een beetje stiekem van het hele tekenen af. En dat is juist waar we nu mee aan de slag zijn gegaan. En wat ik wel heel leuk vind. En ook wel uniek aan mijn kanaal eerlijk gezegd. Dus daarom. Ik wil daar eigenlijk niet zo snel van afstappen. Maar als jullie echt zeggen van Joost, ik ben benieuwd naar wat jij nou een interessant boek vindt. Al is het misschien een interessant boek over tekenen. Kan ook nog. Of überhaupt van ik ben benieuwd wat jij interessant vindt om te lezen aan stripboeken. Ik wil daar best een video over doen. Maar voorlopig wil ik me even focussen op een beetje een creatief kanaal maken. Dus laat me eigenlijk gewoon weten wat jullie vinden. Moet ik dat wel of niet doen? Ik weet dat ik nog maar een heel klein kanaal ben. Ik heb nauwelijks kijkers, denk ik. En toch waardeer ik het enorm als ik jullie input kan krijgen. Nou, kijk eens hoe leuk dit al wordt. We hebben onze arm al om elkaar heen. En zullen we die ster even inkleuren daar? Eens even zien, die ster. Die gaan we... Laten we die ster eens deze kleur geven. Zo. Hey, Mario Paint heeft trouwens ook nog veel meer functies dan alleen tekenen. Je kan er ook mee animeren, weet ik. En je kan er ook zelfs muziek mee maken. En er zit een spelletje in. Maar daar gaan we ons deze video allemaal nog maar niet op focussen, denk ik. Het animeren vind ik nog wel een keer leuk om te doen, want ik ben animator. Dat weten jullie misschien niet allemaal. Ik ben afgestudeerd als animator aan de Hogeschool van Kunsten Utrecht. En ik heb eigenlijk nooit mijn weg gevonden in de animatiewereld uiteindelijk. Dat is gewoon niet gebeurd. Hoewel ik het zeker echt... De studie zelf, dat waren de leukste jaren van mijn leven. Oprecht. Ik mis die tijd wel. Dus ja, totdat zodoende. Ik denk nu wel dat we nu op het punt van de tekening beland zijn dat ik... ik ga de shading doen. Dus ik ga zeg maar de schaduwen leuk maken. Ga ik weer deze kleurtjes voor gebruiken. Misschien kunnen we zelfs wel op een of andere manier ook highlights toevoegen. Maar dat is even zien. Ik ben benieuwd eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Want Mario Paint werkt anders dan een gewoon programma. Kan ik nou ook zeggen, ik wil dit gewoon met de verfhemmer doen. Dit stukje. Ja, dat werkt goed. Oké, prima. Dan kunnen we wat makkelijker shaden. Dus dan gaan we mijn haar eerst eens even doen. Even zorgen dat we alle stukjes waar ik schaduw wil hebben. Dit doe ik wel meteen zelf. Zo. Hoppa, daar wil ik graag schaduw. Zo. Zo, kijk eens aan. Waar is de verfhemmer? Daar. Het zal je misschien wel eens opgevallen zijn, maar mijn shading klopt niet altijd helemaal, hè? Ik bedoel, ik doe gewoon ook maar een beetje wat ik zelf mooi vind. Ik had ooit een tekenleraar en die zei dat. En dat vond ik wel heel erg typerend. Want die man die gaf ook echt gewoon modeltekenlessen en weet ik het allemaal. En ik probeerde dan heel erg mijn best te doen om iets anatomisch goed te tekenen.
En op een gegeven moment kwam die man naar me toe. En die zag dat ik het daar moeilijk mee had. En die zei tegen mij: Joost, het is mooi dat je dat anatomisch correct probeert te doen. Maar als je ziet dat het er niet goed uitziet voor je oog, doe dan gewoon wat goed voelt. Wat jij denkt dat goed voelt in je tekening. En dat is iets wat ik wel op onthouden. Teken gewoon wat jij vindt dat goed voelt. Het hoeft niet altijd perfect eruit te zien. Het hoeft niet altijd anatomisch correct te zijn. Als het er maar goed uitziet. Ja, als het er maar als tekening goed aanvoelt. Dan is het oké. Okay. Uiteindelijk teken je toch grotendeels voor jezelf. Tenzij je natuurlijk in opdracht tekent. Dan heb je met een opdrachtgever te maken. Maar hey, zolang je voor jezelf tekent, waarom niet? Waarom streng voor jezelf zijn strenger dan nodig is? Als tekenaar ben je toch al streng genoeg voor jezelf. Ik tenminste wel. Nou ja, dat valt ook wel weer mee. Maar dat is wel een hele grote neus. Ah, dat fix ik zo wel. Ik fix dat zo wel. Kan ik hier nog? Jawel. Hoppa. Ik ga even stresshanden hier op de achtergrond doen. Zo. Hoppakee. Kijk eens wat een gezelligheid. En ik vind het helemaal niet erg dat het er zo uitziet. Ook al zou ik dit in Procreate al 20 keer hebben kunnen raken misschien. In deze tijd. Het is heel rustgevend bijna dit. Ik kan het iedereen wel aanraden. Geloof ik. Ga Mario Paint doen. Waarom zou je Diamond painten als je kan Mario painten? Niks de nadelen van Diamond painting hoor. Ik weet er niet zoveel van. Waarschijnlijk is het ontzettend leuk. Oh, wacht even. Ik zie wat beters. Ik denk dat ik die geel daar ga pakken. Die ziet er net iets meer uit als... Ja, kijk. Dat is beter. Zo. Hop. De volgende. Ja. Oké, nu eventjes mijn vest hier. Dan hebben we het meeste wel gehad dat we hier in ieder geval kunnen doen. Zo. Hier nog een beetje op Stef's mouw, denk ik. Ik weet dat ik niet veel praat nu. Misschien spoel ik dit ook wel door in de verkorte versie. Ik let nou eenmaal heel goed op als ik aan het tekenen ben. Omdat dan raak ik in een soort zen staat bijna. Zo. Ik ga eerst even de ogen nu een beetje bijbewerken. Ik vind zeker die van mijzelf, mijn bril vind ik net iets te groot. Die is leuk, maar mag wel iets kleiner. Thank you.
Ja, 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 la, 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 la. La, 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 la. Je had ook een tijd lang op internet had je iets wat Ukaki heette. Dat was eigenlijk hetzelfde als dit. Alleen dan op internet. En ik weet niet wat ermee is gebeurd met Ukaki. Ik deed daar wel eens tekeningen op maken. Ik heb het ook nog niet opgezocht hoor voor deze video of zo. Maar ik denk er nu ineens aan. Dat was eigenlijk... Daar deelden heel veel mensen ook hun creatieve werk op. Ook mensen waar ik mee heb samengewerkt vroeger. Wat is daarmee gebeurd? Dat is een goede vraag. Eens even kijken. Wil ik dit of wil ik... Oh, in één keer doen in dit geval. Ja, dat wil ik geloof ik wel. Maar fijn, op Ukaki was eigenlijk zeg maar een soort gemeenschap, een community. Waar dus ook heel veel mensen commentaar konden posten en feedback op de tekeningen van elkaar. Nou, nu gaan we in ieder geval maar eens eventjes de ogen toevoegen. Die puntjes wit zeg, jeetje. Hier is die. Nee. Hij wil niet. Ja, heb eens. Ja, die is goed. Nu ik. Ik wil dat ik iets meer naar Stef kijk. Zoiets, ja, dat komt wel goed. Ja, leuk. Ja, ik heb natuurlijk wel een bril. Dus even de bril nu tekenen. Ik vind de bril niet leuk. Oh, maar ik kan het niet meer terugnemen. Oh ja, dat is waar. Oh jee. Oh, kijk, en dat is dus gevaarlijk van Mario Paint. Ik kan het nu niet meer makkelijk terugnemen. Ik moet het nu weer helemaal gaan corrigeren. En mijn muis wil niet meewerken nu. Kom hier. Ja, misschien als we gewoon een beetje samenwerken komen we er ook wel hoor. Nu weer een beetje hier. Dan komen we er heus wel. Kijk, dit is wel een redelijk brilglas. Dit mag. Oké. Tweede. Waarschijnlijk net zo moeilijk als de eerste. Hop. Nee, hier niet recht. Yes. Yes, yes, yes. Zo. Ik ga denk ik geloof niet het pootje van mijn bril tekenen. Ik geloof dat ik dit goed vind. Oh, oh. In de ogen. Ik weet niet of ik mijn bril nou wel zo mooi vind. Ik vond hem leuker voor dat ik een bril teken, geloof ik.
Maar we moeten toewijding tonen. We moeten door. Zullen we gewoon alles maar lijntjes geven dan nu? Ach ja. Daar gaan we. Alles lijntjes. Nee, niet zo. Dat moet wel netjes kloppen nu. Zo. Daar gaan we. Als je mij had verteld de laatste keer dat ik Mario Paint opstartte, dat de eerstvolgende keer dat ik zou tekenen dat ik mijn kind zou tekenen, dan had ik waarschijnlijk helemaal gek geworden. Niet in de laatste plaats, omdat dat zou betekenen dat ik waarschijnlijk een vriendin zou krijgen. En dat had ik helemaal geweldig gevonden destijds. Ik was zo'n nerd. Ik ben zo'n nerd. Zo, Stef is bijna klaar. Oké, we zitten ook al bijna op het uur, dus ik denk dat we na deze tekening wel gaan aftaaien. Misschien dat als ik het leuk vind dat ik daarna nog een sessie doe, neem ik nog wat op en dan knip ik dat gewoon bij elkaar. Maar we gaan eerst deze wel afmaken natuurlijk. Zo. Oké. Ik weet niet of ik hem nou mooier vind. Misschien zie ik dat wel als ik ze naast elkaar leg straks. Maar ja, weet je, we gaan gewoon verder. Dat was destijds natuurlijk ook zo al die jaren geleden. Dat je alleen maar door kon gaan met wat je had gedaan. Dus dat is nu ook zo. Ik vind die muis zo vervelend. Wie tekent er nou met de muis? Wat voor sadist. Nee, kijk, zie je? Hij kan gewoon mij niet goed tekenen nu. Zo. Jongens, het spijt me dat ik bijna niks te vertellen heb tijdens deze video. Ik ga het wel een beetje bij elkaar knippen en misschien dat ik dan gewoon nog een beetje een leuke voice-over ook hier en daar eroverheen zet. Dat zal misschien wel een beetje helpen. Kijk, zie je, daar gaat hij weer. Hè? Oh. Ik moet daar toch heen straks. Hoe ver kan ik? Oh, kijk, nu kan ik heel erg komen. Meteen gebruik van maken. Nee, ik
had hem net. Maar hoe had ik dat nou voor elkaar gekregen? Dat hij nou ineens wel komt? Nou ja, in ieder geval even dit doen. Nou. Ik krijg die muis gewoon niet goed. En dat vind ik echt heel storend. Want ik kan dus alleen maar deze rechte lijn tekenen hier nu. Maar ik wil gewoon daar ook de rest aftekenen. Nou ja, weet je wel, totdat het lukt. Oh, wacht even. Ik moet de tanden van mijzelf nog ook tekenen. Dat kan ik wel alvast doen. Daar. Oké, die zijn wel klaar. Dan gaan we in ieder geval de achtergrond maar een beetje doen. Oh, die ster, die heeft ook nog een dingetje nodig natuurlijk. Hoppa, ster. Tekent hij gewoon in één keer, hè, deze man. Zo. Ja, ja, kijk. Kijk, ik kan erbij. Oh, maak een fout. Ik moet meteen corrigeren. Ja. Oké. Haar is gedaan. Het haar is op zich goed. Goed genoeg. Een oor. Ja, okidok. Mooi zo. Als naast voor mijn rillepootje nu teken. Ah, het kan wel. Het kan wel. Misschien moet ik hier nog iets van haar doen eigenlijk. Als ik hier dan ook gewoon een haarlok doe. Dan komt mijn haar wel beter. Zo. Weer een beetje van dit. Daarna gaan we er weer met zwart overheen. En dan klopt die ook. Kijk eens. Oké, we moeten er nog een achtergrond aan doen, vind ik. Laten we die dan ook maar lekker sparkling doen. Zullen we een eigen achtergrond maken? Ja, natuurlijk maken wij een eigen achtergrond. Wat is dat dan voor vraag? Ik zal eerst eventjes proberen zoveel mogelijk van die blauwe puntjes weg te halen. Even een klein gummetje. Zo, volgens mij zit er hier ook nog iets. Oh, bij Stef's haar zit er veel hier. Heel voorzichtig. Ga goed. Dat is iets te veel. Ja. En hier nog wat. Ja. Mooi. Oké, achtergrond maken. Ik zit te denken om... Zullen we anders... wat hebben we nog? Nou, die vorm, maar die wil ik allemaal niet. Ik vind dit wel heel leuk. Maar dat hebben we natuurlijk al een beetje bij de schouder. Als we nou eens dit nemen. En we gaan daarmee een soort... Een soort explosie maken. Ik ga het wel gewoon laten zien. We beginnen met een hele felle kleur. Oh, nu heb ik het aan de andere kant. Nou, laten we het dan wel aan deze kant alvast goed maken. Eens kijken of dit al werkt. Ja, dat doet wat ik wil. Dat is fijn. Oké, dat is één zorg minder. Maar...
Nu moet ik wel zorgen dat ik er aan die kant ook bij kan. Hoe kan ik dat nou gewoon zo krijgen? Hij doet het gewoon niet, hè? Zie je? Ik probeer dus mijn muis daar te krijgen, maar die krijg ik dus niet meer daar. Ah. Oké. Settle down. We gaan gewoon aan de andere kant van de tekening beginnen. Ja, kijk, dat is wel wat ik wil. Nou, dat is in ieder geval fijn. Het lukt wel wat ik wil. Een beetje een soort van dit. Oh, dat was te veel. Stop. Nee. Oh. Oké, laten we in ieder geval Joost fixen. Nou, wacht even. Ik heb wel een vermoeden. Als mijn vermoeden klopt, dan zijn we nog niet helemaal buitenspel gezet hier. Mijn vermoeden klopt niet. Dat is wel vervelend. Oké. Dan moeten we het handmatig gaan doen. Komt ook goed. Kunnen we ook gewoon doen. Laten we dit als laatste kleur nemen. Oh, nu hebben we aan de andere kant weer het probleem. Nou, maakt niet uit. Dan gaan we deze even meteen afmaken. Zo, en nu wil ik eigenlijk deze gewoon. Nee, zie je, dat doet hij dus inderdaad niet. Maar dat maakt niet uit. Kijk, we nemen deze. En we doen het gewoon handmatig. We laten ons niet uit het veld slaan door zoiets kleins. Zo, de donkerdere groen. Hetzelfde verhaal. Pakken weer een dikkere brush. En niemand zal het ooit weten. Behalve de mensen die deze stream hebben gekeken op mijn kanaal. Kijk eens, zo. Ja. Oké, nu hebben we in principe al een deel opgelost, want waarom wordt dit niet groen? Al zeggen. Oké. We willen nu alleen eigenlijk nog het bovenkantje een beetje dat rode wilden we gaan doen, geloof ik. Dus als we nou gewoon... zo doen. En deze kant was het een beetje... die kant is in ieder geval zo goed als klaar. Daar kan ik niet meer echt vastlopen. Ik kan hier natuurlijk nog wel als we straks aan de andere kant aankomen. Sterker nog, dat gaat daar waarschijnlijk gewoon gebeuren. Ja, zie je, dat gebeurt daar weer. Nou, we kunnen alvast gaan inkleuren. Waar we wel bij kunnen. Zo, hoppa. There we go. Kijk eens. We zijn bijna klaar. We hebben nu alleen nog het enige grote struikelblok. Juist, dat was het struikelblok. En we hebben dat ook opgelost blijkbaar. Gewoon een beetje... oh, ik heb met de kamer zitten kutten. Dat wilde ik niet. Nou ja, dat nemen we dan maar voor lief. Oh, en dan ga jij ook natuurlijk weer hier zitten. Kom op. Grote pen. Oh, geef me nou gewoon die grote pen. Nu kan ik daar weer niet meer bij. Ja,
Lars, dankjewel. Ja. Hoera. Nou. En dat is hem. Hij is... Wacht even hoor. Laat me even de perfectionist uithangen en een paar kleine dingetjes wegwerken die ik zie. Ik zie hier nog wat. Wit dat... Oh, oh. Nou ja, zo moet het dan maar. Ja, dat is hem. Papa en Stef. Gezellig getekend in Mario Paint. Nou, ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Ik ben van plan eigenlijk om nog een keer wat te tekenen deze week. En dan maak ik daar van alles een mooie lange video van. Dus als ik dat inderdaad doe, dan zie ik jullie graag als ik daar ben. En zo niet, dan is dit het einde van deze video. Vonden jullie dit leuk? Willen jullie vaker mij dit soort dingen zien doen? Of zeggen jullie, Joost, ga alsjeblieft weer traditioneel tekenen zoals je normaal doet. Want dit is iets te gek voor mij. Ik hoor het hoe dan ook graag. Zet het in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende video of het volgende stukje van de video.